Over 1 minuut gaat het beginnen. Over 1 minuut gaan we van start. En het wordt stil. Het wordt stil op de Coolsingel. Duncan Kibet liep in 2009 het parcoursrecord in 2:04:27. Tika Galana als dame in 2012, 2:18:58. Dat zijn de tijden waarop gejaagd gaat worden vandaag. Gaat het gehaald worden? Het maakt eigenlijk niet uit. Want Rotterdam is een feest. De marathon is een feest. 3 wereldrecords werden hier in het verleden gelopen. In 85 Carlos Lopez, in 88 Dan Samo en in 98 die dame Tegla Laroep. Wereldrecords praten we niet meer over in Rotterdam. We praten over een marathon die als feest zijn weerga niet kent. 30 seconden. Ik ga er bijna van fluisteren. Rotterdam houdt zijn adem in. Rotterdam is klaar voor de 38e editie van de NN Marathon Rotterdam. 16.000 lopers stijf uitverkocht. We zijn klaar voor een topdag die op radio en TV Rijnmond in iedere seconde wordt gevolgd. En natuurlijk ook op onze website en via onze social media kanalen. Wat een spanning. Wat een geweldig moment is dit. Het kanon gaat klinken. Ahmed Abu Taleb staat er klaar voor. Ja! We zijn weg! We zijn weg! Kijk, die mensen gaan onder mij door. Die Erasmusbrug op. Met die Afrikanen en een valpartij. Een valpartij bij de toplopers. Wat is dit? Een gigantische valpartij. Dit gaat helemaal fout. Er struikelt er één. En dan gaan de mensen naar de vloer. Maar ze zijn opgestaan en alsnog weg. Laten we niet hopen dat dit van invloed gaat zijn op de snelle tijden vandaag. Oh, 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 oh. Wat is dit mooi. Het is radio. Ik probeer het voor u te vertalen in woorden. Maar hier zijn geen woorden voor. Ik zei het al eerder. Duimen, dik kippenvel op de armen. 3/4 man en 1/4 vrouw hier van start. 99 nationaliteiten. 99 landen zijn hier vertegenwoordigd. Want zo belangrijk is de Marathon van Rotterdam. 16.000 lopers dus, maar ook 3448 met de business estafette. En 984 met de business duo marathon. De meeste landen die vertegenwoordigd zijn, natuurlijk is dat Nederland, maar ook België, Frankrijk, Engeland, Duitsland en Ierland. Rotterdammers, Amsterdammers, uit Den Haag, uit Utrecht, uit Dordrecht. Ze zijn allemaal weggeschoten door Saluutbatterij Edkens. Dat doen ze al ongeveer 30 jaar. En ze doen het ook vandaag weer. Het weekend van de 3-2 en de 2-3. Sparta VVV, Roda Pek, AZ PSV, City United. Allemaal 3-2 en 2-3. Laten we hopen dat we hier vandaag ook op 2-3 gaan uitkomen. 2:03. Ik weet, dat is misschien tegen beter weten in. Maar wat zou het mooi zijn als Rotterdam weer eens zo'n toptijd zou krijgen. Die 16.000 lopers zijn nu op weg. Ze zijn de Erasmusbrug op. Op weg naar 30.000 bananen. Naar 300.000 bekertjes water. Naar 1900 vrijwilligers. Naar 400 verkeersregelaars. Die kerkdienst vanochtend die er was in de Citykerk. Ik hoop dat die iedereen geluk gaat brengen. Iedereen die nu de Erasmusbrug betreedt. We hebben 5 startgolven. De eerste startgolf is nu onderweg. Er volgen er dus nog 4. Nog 4 keer zal het kanon dus klinken. Nog 4 keer kunnen we hier dus genieten van een fantastisch emotioneel moment. Maar dit, die eerste startgolf, die is dan toch echt het allermooiste hoor. Niet meer vanaf de Coolsingel, maar vanaf de voet van de Erasmusbrug. Gaan de lopers de brug over. De mooiste brug van Nederland. De mooiste brug van de hele wereld. Want achter die brug ligt daar een gebouw door Rotterdam en die prachtige Kop van Zuid. En dan weten die lopers dat ze een grote ronde op Rotterdam-Zuid gaan lopen. Om dan terug te komen over deze fantastische brug. En dan om de Kralingse Plas via Krooswijk terug te komen naar de Coolsingel. De weg is nog lang. De weg is nog heel lang. Maar dit is zo godsgruwelijk ongelooflijk mooi. Hier moet je bij zijn. Het is Rotterdam lopen. Het is Rotterdam zien. En dan sterven. Dit moet je meegemaakt hebben als sportliefhebber. Dit moet je meegemaakt hebben als Rotterdammer. Wat een geweldig, fantastisch spektakel is dit. Ben je er nu niet bij en luister je naar Radio Rijnmond? Dank voor het luisteren. Maar kom volgend jaar naar hier de Erasmusbrug om dit aan de lijve te ondervinden. Want dit kent zijn weerga niet. Dit is ongelooflijk. Dit is geweldig. Dit is spectaculair. Dit is kippenvel. Dit is tranen. Dit is Rotterdams op zijn allermooist. Rotterdam, ik hou van je. Wij met z'n allen hier. We houden van Rotterdam, de mooiste stad van de wereld. Ze zijn weg hier, de lopers. En ze gaan naar de motoren 1, 2 en 3. Naar Frank, naar Dennis en naar Rob Scholtes. Zij gaan de dames, de snelste Nederlanders en de toplopers volgen.
En nog achter, daarachter komt zo'n groot peloton dat we ook gaan volgen. Een peloton met mooie verhalen, met lelijke verhalen, met mooie mensen, met lelijke mensen, met dikke en dunne. Iedereen is hier welkom om Rotterdam te gaan lopen. Ze hebben getraind, ze hebben het zwart voor de ogen gezien. Maar ik voorspel je, vandaag gaan ze pas echt het zwart voor de ogen zien. Dat heeft natuurlijk te maken met die 42.000 meter en 195 meter. Maar ook met het weer, want het is heerlijk weer. Het is goed toeven hier in Rotterdam. Het temperatuurtje is goed voor de bezoekers, maar misschien niet goed voor de hardlopers. En dat zal met name de zwoegers zijn. Kijk, want die Afrikanen, die zijn straks op tijd binnen. En dan is het nog niet zo heel warm. Maar het grote peloton, wat er uiteindelijk 6,5 uur over mag doen, dat gaat last krijgen van die warmte. En dan hebben ze uw steun nodig. Ga naar buiten, trek je jas uit, ga naar buiten, ga aan het parcours staan en moedig ze aan. Al die 16.000 mensen, want ze hebben het nodig. En Radio Rijnmond is erbij tot de allerlaatste loper om 4:30 die feestelijk binnengehaald gaat worden. Dit is iets bijzonders dat je gezien moet hebben. Rob Scholtens heeft de eerste lopers in zicht. We gaan naar hem en we blijven bij hem en bij Frank en bij Dennis. Ik wens je met z'n allen heel veel plezier bij de 38e editie van de NN Marathon Rotterdam.